Breda Nu. Je weet het meteen. In het hart van Oranje-Zuid, op de kruising van de Wilhelminastraat en de Ginnekenweg, is recent de stoplichten vervangen door een rondpoint. Dit rondpoint krijgt vandaag een hart van goud. Twee goudkleurige 2 meter grote kunstwerken van Tom Klaassen worden gehangen in een lantaarnpaal. En deze kunstwerken worden vandaag onthuld door wethouder Boas Adank. Hoe was dat om dat beeld zo te onthullen vanuit de hoogwerken? Ja, het is natuurlijk fantastisch dat onze brandweermensen ons willen helpen om op grote hoogte zo'n beeld te onthullen. Dus een klein beetje spannend was het wel. De bedenker van dit initiatief was eigenlijk een van de winkeliers hier op dit kruispunt. En de gemeente heeft dat helemaal ondersteund. Kunt u daar iets over zeggen? Ja, de winkeliers zelf zagen dat het gebied toch wel wat aandacht nodig had. We hebben het kruispunt vorig jaar helemaal gerenoveerd. Hebben de verkeerslichten hebben we eruit gehaald. En toen ontstond er een hele mooie mogelijkheid om hier een kunstwerk te plaatsen. En eigenlijk heeft de buurt dat helemaal zelf opgepakt. We hebben het wel ondersteund, maar de buurt heeft zelf de kunstenaar geselecteerd. Het geld bij elkaar gebracht. En als gemeente hebben we dat heel graag ondersteund. Dus de gemeente staat erachter dit soort burgerinitiatieven? Ja, absoluut. Zeker als je het samen met elkaar kan doen en het is een kwaliteitsverbetering voor het gebied, nou, dan doen we dat heel graag. Nou, we zijn hier bij de initiatiefnemer toch wel van de totstandkoming van dit beeld. Vertel eens, hoe bent u daar zo bij gekomen? Nou, op 3 jaar geleden, ik heb het gisteren even nagezocht, op 3 oktober 2013, ging het mij aan de overkant. Ik heb in de winkel hier in de Wilhelminastraat. Aan de overkant ging een winkel definitief dicht, die was failliet. En daar werd ik een heel slecht gevoel bij. Ik denk, hoe kan ik nou zorgen dat ik traffic heb, dus loop heb in mijn straat, zonder dat de winkels open zijn. Ook al zijn alle winkels dicht, dat er toch mensen ergens naartoe gaan. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En toen, een half jaar aan de rand, kreeg ik de mogelijkheid om, ik ging dus het kruispunt hier vernieuwen. Kreeg ik de mogelijkheid om mee te denken en praten over de indeling. Nou, ja, en waarom een beeld in het midden? Nou, dat rondpunt heb ik op enig moment wou ze aan de lantaarnpaal zetten. Ik zei, nou, ik wil eigenlijk een manneke pis hebben in de straat. Ik wil iets hebben waar mensen voor naar Breda komen. En hoe kan ik dat dan voor elkaar krijgen? Nou, dus er moet iets van een kunstwerk komen. Dus heeft de gemeente dat ronde punt vrijgelaten met loze leidingen toegelegd, zodat we iets konden gaan zetten. En wat het zou worden, dat wisten we nog helemaal niet. Nee. Ja, en wie heeft nou uiteindelijk bedacht dat Tom Klaassen het ging ontwerpen? Nou, toen we dat mochten plaatsen, hebben we van de gemeente een paar mensen meegekregen die ons zouden begeleiden. En we kregen iemand van het museum uit Sundert, die kent heel veel kunstenaars. En die hadden dan boeken bij van, god, zoek je zoiets of zoek je zoiets. Of... Nou, toen kregen we 3 kunstenaars eruit en een van die 3 mochten allemaal een voorstel maken. En toen dat voorstel klaar was, toen hebben we, was Tom Klaassen, dat leek ons het leukste, daar hadden wij het meeste zin in. Dus toen, die mochten een definitief ontwerp gaan maken.